Sinds enkele dagen hoeven buurtbewoners van een groot aantal straten in Kortehoef niet meer om te rijden. Sinds april werd gewerkt aan de bruggen van de Parklaan naar de Smeerdijkgaarde en die van de Elbert Mooilaan naar de Bernard van Beeklaan. De oude bruggen waren van hout en bijna 50 jaar oud. Hier en daar zat er een te grote knik in wat behoorlijk wat geluidsoverlast gaf. De nieuwe bruggen zijn daarom van beton met een houten leuning. De verwachting was dat de werkzaamheden tot begin augustus zouden duren, maar deze twee bruggen zijn klaar.